In Norwich start dit seizoen voor PSV het avontuur in de Premier League International Cup. Een toernooi met de 8 beste jeugdploegen uit Engeland, aangevuld met 8 buitenlandse ploegen, waaronder dus PSV. Aangezien het duel met Norwich gepland staat in een interlandweek, was het een beetje schuiven met de poppetjes. Zo zijn er wat spelers van PSV onder 19 meegereisd naar Engeland, maar ook spelers als Stijn Schaars, Gaston Pereiro en Remco Pasveer. Maar ook Jurgen Locadia is erbij, die afgelopen zondag een roerige periode afsloot met een doelpunt tegen Feyenoord. Veel positieve reacties gekregen buitenaf van de mensen, ook binnen de club, van Marcel Brandt, de trainer, de spelers en ja, voor familie ook gewoon. Locadia verkeert dus weer in wat rustiger vaarwater en zijn doel in Engeland is helder. Gewoon minuten te maken bij Jong PSV en ja, uiteindelijk is het een mooie wedstrijd denk ik. In Engeland, dat is een mooie club, Norwich City en wat een mooie wedstrijd denk ik. Naast lekker ballen is er nog een andere rol die Locadia deze dagen kan en zal vervullen. Als ervaren kracht probeert hij de jonge gasten wat bij te brengen. Ja, ik zit bij de selectie natuurlijk. Ik moet de jonge jongens een beetje oppakken en ja, wat leren, zo gezegd, zeg maar, wat ik van jongens heb geleerd van vroeger. En ja, gewoon mijn ding doen. Ja, wat wil je ze meegeven, die mannen? Ben je een type dat met jonge mannen gaat zitten, gaat praten, ervaringen gaat delen? Ja, niet echt. Ik ben niet echt te praten, maar ik sta wel open voor natuurlijk om wat bij te brengen, wat ik geleerd heb. Ja, wat zijn dat voor dingen? Kun je iets noemen? Ja, de situatie is bijvoorbeeld met Boris, zeg maar, dat hij speelt ook weinig bij Jong PSV en hij kwam wel naar me toe en vraagt hoe het zit, hoe het met mij ging vroeger en dat kon ik wel bijbrengen. Een andere jongeling in de selectie van Pascal Jansen is deze Matthias Verret, die al een tijdje rondloopt bij PSV. Ik speel 9 jaar in de jeugdopleiding, dus ik heb dus 9 jaar op de spitspositie gespeeld. Afgelopen 2 jaar heb ik op verschillende posities gespeeld. Linksbuiten, rechtsbuiten, ook op het middenveld. Dus ik kan wel op meerdere posities uit de voeten, zeg maar. Ja, wat is je favoriete positie? Ben ik eigenlijk ook nog niet helemaal uit wat mijn favoriete positie is. Ik denk waar ik het meeste rendement haal. Als dat op linksbuiten is, is dat op linksbuiten, is dat spits, is dat spits. En als spits wil Verret natuurlijk veel leren van Locadia. Er zijn een paar jongens van 1 bij. Dus dat is altijd leuk. Kan ik veel van opsteken. En ga ik zeker veel vragen stellen. Hoe je moet vrijlopen. Op het moment dat je moet vrijlopen, die dingen. Hoe je je verdedigers eigenlijk gek kunt maken. En hoe je voor de goal moet komen. Ja, hij heeft een neus voor goals, dus dat is altijd goed meegenomen. Verret houdt zijn oren en ogen dus open en hoopt minuten te maken tegen Norwich. Ik denk voor mij dat ik toch een aantal minuten mag maken. Je hoopt natuurlijk altijd op meer, maar je moet niet meteen hopen op basisplek of zoiets. Dus ik hoop gewoon dat ik mag invallen en dan zal ik al blij zijn. Het is een hele stap om al met Jong mee te gaan. Ja, heb je enig idee wat je voor tegenstander kunt verwachten? Ik denk een fysieke tegenstander. Voetballen misschien iets minder, maar dat maakt niet dat ze daar gevaarlijk uit kunnen zijn met die lange ballen van hun. Dus het Engelse voetbal, dat gaat je ook wel liggen? Ik hoop het. Ik weet het niet. Ik ben ook wel iemand die wel vecht, zeg maar, voorin. Duels wil aangaan. Dus ik denk wel dat het wel iets is waar ik van hou. De aftrap tussen Norwich City en PSV is woensdagavond om 7 uur lokale tijd. Wij houden u natuurlijk op de hoogte.